De dag na de ploegentijdrit is een rustdag, voor de wereldbekerwedstrijd op zondag. Maar neemt de ploeg ook echt rust? Ja, ze zullen toch wat gaan fietsen. Een en ander is natuurlijk een klein beetje afhankelijk van het weer. Ze hadden voor vandaag al heel slecht weer af. Nou, dat is achteraf goed meegevallen. Dus hopelijk valt dat de komende dagen ook nog een beetje mee. En kunnen ze gewoon lekker buiten fietsen, wat toch het fijnste blijft. En anders wordt het op de tax, op de rollers. Maar goed, het is wel actieve rust. Dus wel bezig blijven, in een ritme blijven. Maar natuurlijk wel de focus op herstel en de blik langzamer gaan richten op zondag. Dat zei Koos gisteren. Maar hoe is het weer vandaag? En komen de dames zo'n rustdag wel door? Oh, ik kom mijn dag wel door hoor. Ja, het is nou vandaag mooi weer. Gisteren was het wat bewolkt en voor de wedstrijd morgen geven ze ook weer wat regen op. Maar ja, zo in het zonnetje is Zweden wel heel mooi. En we hebben een herstelritje gedaan, prachtig langs het meer. We pikten onderweg nog twee andere ploegen op, dus het was een pelotonnetje. Dat was ook wel heel leuk. En dan een bakje koffie op het plein hier in Arlingshuis. Nou, en dan verder kom je de dag ook nog wel door met het massage en straks eten en ploegbespreking. Ik hoef me niet te vervelen. En dan, hoe komen de verzorgers de rustdag door? Dit is de hersteldag na de tijdrit. En een verzorger die zorgt dat in de ochtend de ontbijtbox gereed is. Dat de dames voldoende te eten hebben. Dat ze met het uitfietsen voldoende bidonnen hebben. Dat er wat hersteldrankjes klaarstaan. En daarna maken we een massageschema waarin iedereen aan bod komt voor een massage van 3 kwartiertjes tot 1 uur. En daarna gaan we lekker dineren en rusten. En rennen op ieder zijn eigen manier prepareren voor de wedstrijd van morgen. Na zo'n ploegentijdrit waar je toch in de avond echt een uur in het rood rijdt, dan is zo'n hersteldag wel heel belangrijk. En daar hoort natuurlijk masseren en goede voeding bij. Dus ja, zo'n dag is heel belangrijk. Als je morgen gewoon weer fit en scherp en fris wil zijn, dan moet je vandaag geen gekke dingen doen.